recht in aanmerking voor de ondersteuning uit dit fonds. En wij vragen het college om een criteria te formuleren wie er precies op welk moment in aanmerking komt voor het fonds om zo willekeur uit te sluiten. Wij kiezen hiervoor een maatwerk. En wij kiezen bovenal voor een helder en sociaal beleid. Een tweede lijn die de Partij van de Arbeid hanteert bij deze enorme bezuinigingsopdracht is om instellingen in Tilburg bij bezuinigingen te betrekken en gebruik te maken van hun creativiteit en innovatievermogen. Dat leidt bijvoorbeeld tot ontwikkelingen rond de wijkcentra en zorgvlucht. Waarom een deel van de meevaller niet investeren in participatie en in reïntegratie, in zorg, in buurthuizen, in jongerenactiviteiten, in aandacht voor ouderen, in je wijkeconomie? Want ja, VVD, ook de SP heeft ook voor de economie. Maar dan wel dicht bij de mensen en voor de mensen. We hebben een aantal moties natuurlijk, zoals je gewend bent van de SP, die sociale fundamenten van de stad willen ondersteunen. Je wist dat de Bosselen meevaller eraan kwam, dus waarom dan, PvdA en GroenLinks, heb je niet een deel van die meevaller gebruikt om bijvoorbeeld de ideebaan weer steeds overheen te gaan? Maar ik zat op een zondagavond, zat ik televisie te kijken. Dat doe ik wel eens op zondagavond. En dan kijk ik nooit gedwongen naar het voetbal. En dat is niet mijn favoriete sport. Maar van voetballen heb ik nog iets kunnen leren. En dat wil ik graag met u delen. Je hebt clubs waarbij je ziet dat er voortdurend de bal naar elkaar gespeeld wordt. En naar terug naar de keeper. Zo'n beetje het voetbal van Willem II voordat ze degraderen. Dat vind ik niet zo'n aantrekkelijk voetbal. Maar er zijn ook clubs waarbij er slimme passes worden gegeven naar voren, naar iemand die kan scoren. En toen dacht ik van nou, laat dat dan een inspiratie voor me zijn als ik nou toch op zondagavond naar voetballen moet kijken. Dus gebruikt de VVD deze algemene beschouwingen om een voorzet te geven of een pas naar het college om echt te kunnen scoren. Dieke, geen wijsheid van de Dakota-Indianen, maar twee wijsheden van onszelf. Te beginnen met een goede raad is goud waard. Tilburg verkeert in zwaar weer en het is de komende tijd onze taak om het schip recht door zee in veilig water te brengen. Daarbij zijn alle hens aan dek nodig. Niet alleen die van een steeds kleiner wordende coalitie. Naar elkaar luisteren, openstaan voor elkaars ideeën en geen voorgekookte akkoordjes zijn daarbij vereist. Dus voorzitter, hopelijk lezen we dit jaar niet weer, voordat we de begroting vast hebben gesteld in de krant. Dat is jaar dat we deze begroting stilstaan bij de mensen in onze stad die niet behoren tot de topinkomens en die door hard werken hun hoofd boven water moeten houden. We willen stilstaan bij Henk en Marianne, Cor en Marij, Mohammed en Khadisha, Jan en Annie. Mensen die hun belastingen betalen en aan hun verplichtingen voldoen. Mensen met een modaal inkomen die wel mopperen, maar de rug dan weer recht en de schouders eronder zetten. Mensen die het overgrote deel van onze stad draaiend houden door hard te werken en sober te leven. Voor hen geen vangnetten of overvol spaarrekeningen. Voor hen ook nauwelijks aandacht of waardering. Vandaag wil het CDA deze mensen belichten en waardering uitspreken voor de wijze waarop ook zij de gevolgen van de bezuinigingen dragen, zonder daarbij een beroep te kunnen doen op welke regeling. Er is geen stad in het land met zo'n grote financiële buffer. Tilburg heeft maar liefst 760 miljoen euro in haar reserves. Dat is bijna 90% van de totale begroting, die 865 miljoen euro groot is. Van die reserves is meer dan 100 miljoen euro direct inzetbaar. Maar de coalitie blijf krampachtig vasthouden aan het alles overheersende wurgakkoord dat 2 jaar geleden is. Maatschappelijke en economische veranderingen vragen een visie. Een gedeelde visie op onze stad op de lange termijn. 2040 is ver weg. Een werkagenda voor 2020 is realistisch. D66 verwacht eind 2011 van het college die visie. Onze regering, die niet heeft gekozen voor hervorming van woning- en arbeidsmarkt, komt met plannen die ons dwingen sociale voorzieningen voor eigen rekening te nemen met minder middelen. Een pleistertje hier en een verbandje daar lijkt sympathiek, maar houdt mensen voor de gek. Anders inrichten en zuinigheid is de enige optie. Vette jaren liggen echt achter ons. De visvereniging in het Quirijnpark, waar gehandicapte vissers lid van zijn, heeft problemen.
De vlonders, waar de mensen in hun rolstoel zitten te vissen, zijn aan het rotten. Ik heb het persoonlijk geweest te controleren, want ik geloof het eigenlijk niet, maar het is inderdaad waar. Levensgevaarlijk. En de ambtenaren van de gemeente hebben 2 jaar geleden deze zaken geconstateerd en opgenomen. Dus het is bekend bij de gemeente. Tot op heden is er nog niets gedaan. Wij willen vragen aan de gemeente of het mogelijk is dat voor het nieuwe visseizoen van start gaat, de vlonders gerepareerd zijn. Wij willen geen risico lopen dat er een visser in de vijver komt. Het is wel erg makkelijk van dit kabinet om hun bezuinigingsdrift zo af te schuiven. Dat is absoluut niet de keuze of verantwoordelijkheid van GroenLinks. Wel zijn en voelen wij ons verantwoordelijk om, gegeven die minder inkomsten, het zo goed mogelijk te doen voor kwetsbare Tilburgers, nu en straks. Het zo goed mogelijk te doen voor onze leefomgeving, voor nu en later. En dat door op een fatsoenlijke manier te besturen, nu en in de toekomst. Deze week nemen we besluiten over hoe we de gemeentelijke portemonnee kloppend houden. Als een gezin ziet dat ze minder te besteden heeft, wordt ook aan beide kanten gezocht. Kunnen inkomsten verhoogd en waar kan het eventjes minder uitgeven? Mocht dat zo zijn, dan moet ik jullie helaas teleurstellen. Hier geen vuurwerk vandaag. Geen verwijten die als loze kreten de lucht in worden gegooid, maar op de eerste plaats complimenten. Complimenten met de lijn die dit college uitzet en de manier waarop zij met de financiële onduidelijkheden omgaan. Complimenten over hoe een brede coalitie met zoveel kleur toch al enige tijd stand lijkt te houden. En complimenten voor het ambtelijk apparaat dat in een tijd met zoveel onrust toch in staat is gebleken om met een goed voorstel te komen. En telkens maar weer die raadsleden te woord stonden met al hun zinnige en soms misschien in hun ogen ook onzinnige vragen. Complimenten ook aan mijn collega raadsleden die deze vraag zijn blijven stellen. Betekent deze ode aan het college, de raad en haar ambtenaren dat wij alles maar goed vinden? Nee, dat betekent het niet. Maar het mag ook wel eens gezegd worden dat met zoveel ondoorzichtigheid en met zoveel onrust er toch een knap staaltje werk ligt. Ondanks deze positieve inleiding missen wij wel een en ander. Dat hopen wij vandaag uit te drukken in de vorm van onze moties en het uitspreken van onze verwachtingen voor het komende jaar, zou ik zeggen. Tilburg voert echter nagenoeg 1-op-1 de landelijke bezuinigingen uit. Ondanks de mooie woorden van meneer Blauwkop, voert hij daadwerkelijk hier ook het kabinetsbeleid door. Een onbegrijpelijke keuze voor een stad die jarenlang extra geïnvesteerd heeft. Een stad waar die investeringen wellicht de belangrijkste bijdrage zijn aan het feit dat we deze economische crisis best goed doorkomen als stad. De ambitie om maximaal uit mensen te halen en niet te pamperen onderscheiden. Op zoek gaan naar nieuwe verbindingen en samenwerkingen, hartstikke goed. De teleurstelling is echter groot dat ondanks de deelname van de PvdA, D66 en GroenLinks aan deze coalitie, er geen lokaal en progressief antwoord is op de rechtse retoriek naar het land. Ik zou bedenken van, kan ik hier nog een oervervelend verhaal aan toevoegen naar al datgene wat hier over ons uitgestrooid is. We doen het net of we ongeveer aan het vierde cement zijn en dat alle maatregelen die we nemen nou werkelijk de bij aan de, laat maar zeggen, aan de stam van de boom brengen. Maar we vergeten één ding, dat we hier met z'n allen verantwoordelijkheid dragen voor een begroting die nog steeds 800 tot 900 miljoen is, dat we minder dan 10% op die bezuinigen en dat we met z'n allen ook nog proberen daarbinnen, binnen bepaalde banen, op een goede manier mee om te gaan. Ja, we hebben in de afgelopen periode 3 keer gesproken over de ellende, hoe we die zouden verdelen. Ja, we hebben de bevolking geraadpleegd. En natuurlijk is dat een heel goed initiatief. We vergroten het resultaat nog te veel uit. Maar de volgende keer zou ik toch graag het initiatief meer vanuit de raad willen hebben, dan vanuit dat wij zitten te figureren in het initiatief vanuit het college.